Het online recensiemagazine Euroviews zegt dat u in één adem kan genoemd worden met Stephen King. Voelt u zich een beetje de Stephen King van de Lage Landen? Sommige mensen noemen mij zo, omdat ik heel waarschijnlijk hen doet denken of mijn boeken laten denken aan Stephen King, gewoon omdat het hetzelfde genre is. En omdat ik ook de enigste Belgische schrijver ben die horror schrijft voor volwassenen. Dus de mensen, horror, als ze horror uitspreekt, horror romans uitspreekt, denken ze automatisch aan Stephen King of aan Peter Straub. En de link wordt vruggelegd. Het is de king van de Lage Landen, maar ja, ik zelf zou dat nooit zeggen natuurlijk. Het is wel prettig dat men mij dat zo noemt natuurlijk. In uw boeken verkent u heel graag de duistere kanten van het bestaan. Zit dat in u? Hebt u ook zo'n duistere kant? Ja, net zoals iedereen. Nee, ik schrijf dus altijd. Het is dus psychohorror. Dus ik heb niet graag dat de mensen enkel het woord horror uitspreken, want dat is het niet. Het is een combinatie psychohorror. En daarmee bedoel ik schrijf over mensen. Gewone, heel eenvoudige, herkenbare, normale mensen. Maar iedereen heeft een goede kant, heeft zijn donkere kantjes, heeft wit of zwart, dat is grijs. En zij komen in een situatie terecht en dat is het decor waar zij zich in bewegen. En dat is net die horror. Ja. Dus ik probeer altijd de balans in evenwicht te houden. De horror bereikt hallucinant hoge pieken. Het staat erop, het is horror. Maar naar de psychokant toe gaat mijn analyse van de mensen als protagonist tamelijk diep. Waardoor eenmaal het boek is uitgelezen, is de balans in evenwicht. Ik heb veel horror gehad, maar heb ook veel menselijkheid gehad. Dat is, ja. Uw boeken spelen zich ook heel vaak af in de Verenigde Staten. Vanwaar die voorkeur? Omdat mij dat een enorme vrijheid geeft. Dus ik ben dus een fantasieschrijver. Van het eerste tot het laatste woord. Bijvoorbeeld Westhaven is een dorp dat helemaal niet bestaat. Dus ik creëer mijn dorp, mijn mensen, ik creëer alles zelf. Dus ik moet geen rekening houden met wat bestaat, behalve de omgeving. Dus ik situeer een dorp ergens in Amerika en alles daar rond klopt. Maar het heeft mij ook de vrijheid van naar mensen toe dat ik kan schrijven wat ik wil, over wie ik wil. Ik moet mij dus niet inhouden en niet denken van shit, ik moet hier... mag dat niet schrijven of ze gaan denken dat of een diener gaat denken dat ik over hem bezig ben en we zijn weg. Dus totale vrijheid. Ook naar situatie toe. Ik heb een ravijn nodig, ik heb een meer nodig. Ik heb, in België heb je geen ravijnen en een beetje beperkt. Maar, Zou je graag nog een ander genre uitproberen ook? Er werd mij gevraagd, ook misdaad. Zou het gaan om misdaad te schrijven? Mijn antwoord is gewoon nee. Enkel en eenvoudig, omdat dat niet uit mij komt. Ik zou mij moeten forceren om misdaad te schrijven. Om dat genre te schrijven, moet ik geen moeite doen. Het komt, het vloeit, het stroomt uit mij. Ik zet mij neer, ik begin te schrijven. Ik begin aan een nieuw boek, naar plot toe. Heeft iedereen daar moeite mee? Allee, ik bedoel, iedere schrijver heeft moeite om met het plot rekening te houden. Maar de omgeving, de mensen, het gaat gewoon. En indien ik ooit iets anders zou moeten schrijven, zou ik mij moeten forceren. En dat leest de lezer dan. Ja. Volgens de krant Het Volk hebben uw boeken allemaal een gemeenschappelijke visie erachter. Is dat zo en hoe zou die visie dan wel zijn? Welke visie heeft Het Volk geuit? Ze zeiden dat er een algemene visie achter was, dat er een bepaalde coherentie was tussen de boeken en dat dat dan waarschijnlijk wel een bepaalde visie verraadt. Nee, ja. Dan heeft Het Volk meer eruit gehad dan ik erin gestoken heb, maar zoals ik daarnet verteld heb, het gaat over mensen. Dus ik heb een visie inderdaad naar mensen toe dat niet iedereen braaf is. Dus de donkere kant van de mens komt in mijn boeken altijd tot uiting. Willens of niet willens, maar ze komen in een situatie terecht die voor hen abnormaal is. Dus zij reageren wel zoals ze zijn. En dan is het moeilijk voor een mens voor zich in te tomen en zich aan enkel zijn goede kant te houden. Dus de slechte kant komt ook naar boven. En dat is inderdaad mijn visie, ook beroepshalve, dat ik weet dat niet alle mensen braaf zijn. En soms komen de mensen in mijn horrorromans veel achter en erger naar buiten dan de gruwelwezens die ik beschrijf naar de fantasiekant toe.
In 2003 werd uw boek genomineerd voor de Gouden Kogel. Dan in 2006 werd er ook een boek genomineerd voor de Gouden Strop. Maar u kreeg nooit de prijs. Steekt dat? Zou u dat graag nog ontvangen? Of interesseert dat eigenlijk u niet echt? Ja, ik moet eerlijk zijn. Ja. Een prijs ontvangen, dat is een bekroning op een werk. Er moet dan bijvoorbeeld geen geldsom aan verbonden zijn. Maar het feit dat een bepaalde groep mensen uw boek uitkiezen om te zeggen het is het beste van de ingezonden boeken, dat streelt mijn ego. Ik ben eerlijk, dat is zo. Het is prettig. Maar waarom val ik altijd uit de boot? Net omdat het horror is. Mijn boeken worden ingestuurd naar wedstrijden voor spannende boeken. Of misdaadboeken. En ik val iedere keer dezelfde reactie van ja, uw boek is goed, uw boek is heel spannend, uw boek is goed opgebouwd en. Maar het is horror. Dus ik val altijd uit de boot. En aangezien ik de enigste schrijver ben van dat genre in België, gaan ze geen wedstrijden organiseren voor volwassenen, want ja, ik ben alleen, dus ja, ja. En dat is een beetje moeilijk. Soms, het doet pijn, maar ik weet op voorhand dat ik uit de boot ga vallen, dus ik reken nooit op een prijs. Ja. Hartelijk bedankt voor uw tijd. Plezier.